Ik denk ook dat we van alle markten thuis moeten zijn en van allerlei mensen we hebben rondlopen die ook van alles moeten kunnen. Bekend met de materialen, kunnen bedenken en kunnen maken. Het waarmaken, daar gaat het om bij middelbare beroepsopleidingen. De meeste mensen weten wel dat er parken zijn, maar dat ze ook nog gebouwd moeten worden. Door wie er dan gedaan wordt, is vaak een beetje vaag. Nou, dat wordt bijvoorbeeld gedaan door P&P Projects in Asten. Het bedrijf begon ooit als eenmanszaak letterlijk op zolder. Inmiddels is P&P uitgegroeid tot een decorbedrijf plus. Dat betekent dat er naast decorbouw ook mechanische objecten worden gemaakt. In het Engels noemen ze dat zo mooi de leisure-industrie, dus de vrije tijdsindustrie. En dat kan gaan van casino's, winkelinterieurs, attractieparken, musea, noem het maar op. Dat betekent ook dat we van alle markten thuis moeten zijn en van allerlei mensen we hebben rondlopen die ook van alles moeten kunnen. Wij komen aan de mensen door advertenties te zetten, door met scholen te gaan praten, om die mensen eruit te pikken die er wat voor voelen, om net niet in een bepaald keurslijf te zitten. Het zijn creatieve mensen met de vrije geest. Er is geen echte speciale opleiding voor dit vak, maar de mensen die wij binnenhalen komen vaak van Sint-Lucas in Bokstel. De leerlingen van Sint-Lucas zijn zo bijzonder omdat ze in hun opleidingen iets tegenkomen van creativiteit, van techniek en van ondernemerschap. Dat wordt gecombineerd in hun opleiding en dat is iets wat het bedrijfsleven heel graag ziet. Want leerlingen kunnen dus niet alleen iets bedenken, maar ze kunnen het ook toepassen, maken. Ze kunnen het realiseren. Met dat maken, met dat realiseren kun je de kost verdienen. Met het bedenken kun je de kost verdienen. Maar als je de combinatie hebt, ben je veel breder inzetbaar in dat bedrijfsleven. Een plek waar al deze kwaliteiten samenkomen is het project bij de Nürburgring in Duitsland. Daar heeft P&P alles uit de kast getrokken om een compleet interieur van het interactieve bezoekerscentrum Ringwerk te maken. Nou, we hebben hier een volledige dark ride met dus thema racen, met motoren, auto's, banden erin. Maar ook een Nürbus, dat is een interactieve bus waar je in zit. Maar ook alle podia's waar de raceauto's op staan. Ja, eigenlijk als je hier een rondje loopt, alles wat je ziet, komt bij ons vandaan. P&P verzorgde alles. Special effects, bijzondere verlichting, ingewikkelde bewegingstechnieken en veel interactieve objecten. We zitten in een best wel trendgevoelige markt. We zien ook altijd dat er tegelijkertijd dezelfde thema's in parken plotseling een hot item zijn. Een paar jaar geleden deed de ruimtevaart zijn intrede in de themaparken. Nu zijn er een aantal grotere bedrijven die hun merk bijvoorbeeld in de automotive naar voren willen halen, zoals we bij de Nürburgring gezien hebben, dat buiten de racebanen daar ook vertier moet zijn, dus die daar een hele tentoonstelling of attractie omheen bouwen. En de trend nu lijkt wel alsof we gaan naar soort dagattracties waar heel veel wassenbeeldenmusea weer een hot item worden. P&P Projects werkt wereldwijd, van Duitsland tot Frankrijk via Korea. Maar ook de bananenbattle in het Belgische Bobbianland komt uit Asten. Bobbian had een grote hal waar ze eigenlijk niet meer helemaal wisten wat ze daarmee aan moesten. 4000 vierkante meter groot. Zij kwamen met een soort jungle idee en wij kwamen met schietende apen. Dan wordt er een ridebouwer bij gehaald die de waterbaan kan maken. Dan komt er een aannemer bij die de waterbak kan bouwen. En dan komen er allerlei technische elementen bij kijken. Als sculpteren van rotswerken, van gebouwtjes, van het aankleden van de wanden, het schilderen en spuiten van de hele ruimte. Het maken van lianen,
En dan nog een aantal special effects erbij, dat mensen ook interactief bezig kunnen zijn. Dus mensen die in de bootjes zitten, plus de bezoekers die staan te kijken, die hebben ook nog een bepaalde interactie met de mensen in het bootje. En iedereen komt er kleddernat uit. En wie van zijn hobby zijn werk heeft gemaakt, houdt natuurlijk nooit op met dromen. Ik zou graag nog eens een keer een heel compleet themapark ontwerpen en bouwen. Nou, of die wens ooit in vervulling zou gaan. Volgende week zien we natuurlijk iets heel anders.